Hoi, ik ben Dries en welkom bij de gitaartutorial van Dat hadden wij moeten zijn van Maxim en Emma Heesters. Het is vooral een pianonummer, maar we gaan proberen van met onze gitaar de piano een beetje na te bootsen. Laten we eens kijken naar de intro en de strofes. Die gaan als volgt. De akkoorden van de intro en de strofe zijn C, E mineur 7, A mineur en F. Voor het C-akkoord zet je je wijsvinger op het eerste vakje van de tweede snaar, je tweede vinger op het tweede vakje van de vierde snaar en je derde vinger op het derde vakje van de vijfde snaar. E mineur 7 speel je door je wijsvinger op het tweede vakje van je vijfde snaar te zetten, je tweede vinger op het tweede vakje van je vierde snaar en dan je pink of je ringvinger op het derde vakje van je tweede snaar. Dan hebben we A mineur, wijsvinger op het eerste vakje van je tweede snaar, tweede vinger op het tweede vakje van de vierde snaar en je derde vinger op het tweede vakje van je derde snaar. Voor F kan je verschillende manieren spelen. Je kan een normale barré nemen. Dus je wijsvinger over het eerste vakje helemaal, van alle snaren. Je tweede vinger op het tweede vakje van de derde snaar. Je derde vinger op het derde vakje van je vijfde snaar. En je pink daarnet onder op het derde vakje van je vierde snaar. Ik neem hem meestal zo. Dus ik gebruik mijn duim om de lage noot te spelen, op het eerste vakje van de zesde snaar. En mijn wijsvinger om de twee hoogste op het eerste vakje in te duwen. De rest is hetzelfde. Het tokkelpatroon gaat als volgt. Je speelt je vijfde snaar en je tweede snaar samen. En dan ga je dat met je wijsvinger op de derde snaar afwisselen. Dus samen, derde snaar apart, tweede snaar apart, derde snaar, tweede snaar, derde snaar, tweede snaar. Sneller. Op E mineur speel je dan de laagste snaar met je duim en je middenvinger op de tweede snaar. Nog altijd afwisselen met de wijsvinger op de derde snaar. A mineur is dan terug met de duim op de vijfde snaar. De rest is hetzelfde. En voor F gaat de duim terug naar de zesde snaar. Dus je krijgt alles naar elkaar. Dan gaan we naar de pre-chorus. Daar zijn de akkoorden G sus 4, A mineur 7 en 2 maten F. Hoe speel je die akkoorden nu juist? G sus 4, je zet je wijsvinger op het eerste vakje van de tweede snaar en je ringvinger, je derde vinger, op het derde vakje van de laagste snaar. En je speelt de laagste vijf snaren. Let op, de ringvinger van je linkerhand moet ervoor zorgen dat de vijfde snaar niet klinkt. Dus leg die net plat genoeg, zodat er geen klank uitkomt. A mineur 7 dan is het volgende. Dus je zet je wijsvinger op het eerste vakje van de tweede snaar, je tweede vinger op het tweede vakje van de vierde snaar en je speelt vijf snaren, de vijf hoogste. En dan hebben we F, dat hebben we er net al gedaan. Dat is net hetzelfde. Dus je kan kiezen voor een volledig F-akkoord in barré of de greep met de duim erover. En als we dat dan eens doen met onze tokkel, die eigenlijk hetzelfde is. Dus bij G sus 4 is dat, je start met de tweede en de zesde snaar en je wisselt af met de derde en de tweede.
Aan hier 7 gaat je duim naar de vijfde snaar. En F, terug hetzelfde als voorheen. Maar 2 keer zo lang. Sneller wordt dat dan. We doen dat telkens 2 keer na elkaar. En dan gaan we naar het refrein. In het refrein zijn de akkoorden een C-akkoord, een G-akkoord, een A-mineur-akkoord en een F-akkoord. C hebben we daarnet besproken, A-mineur ook. Hier mag je een volledig G-akkoord nemen. Dus dat wil zeggen je tweede vinger op het tweede vakje van de vijfde snaar, je derde vinger op het derde vakje van de laagste snaar en je pink op het derde vakje van de hoogste snaar. Uiteraard zijn er verschillende manieren om G te spelen. Daar ben je vrij in als je die anders wilt doen. Hier kan je kiezen in het refrein of dat je ook tokkelt of niet, of misschien al een slag gebruikt. Ik zal de eerste keer het eerste refrein het nog rustig houden door te blijven tokkelen. Maar in het tweede refrein zou je ook kunnen een slag spelen. Dat zorgt ervoor dat de intensiteit van het nummer een beetje hoger wordt. Anders is het de hele tijd hetzelfde en wordt het nogal eentonig. Dus dan zou je kunnen doen. Neer, op, 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 neer, op. Dus ik wissel echt letterlijk af tussen neer, op, neer, op, neer, op, neer, op, neer, op, neer, op. Maar door bepaalde snaren te raken, krijg je toch nog altijd een beetje de pianomelodie. Bij de slagen naar beneden focus ik vooral op de lagere snaren, de bassnaar. En om de slagen omhoog focus ik dan eerder op de tweede en de derde snaar. Dus dan krijg je dit. En als je dat sneller doet. Ziezo, dat zijn de verschillende delen. Het is een heel emotioneel nummer, het is met veel gevoel. Dus het is ook belangrijk dat je met je gitaar dat gevoel er probeert in te stoppen. Dus start met een rustige tokkel. Naarmate het nummer vordert, kan je dan eerder intensiever gaan spelen door een slag te gaan gebruiken. Dus experimenteer zelf een beetje wat voor jou het beste past en maak er je eigen versie van. Want er is eigenlijk geen heel duidelijke gitaar aanwezig in het nummer. Dus je bent helemaal vrij. Veel succes!